wij staan nu aan de deur van de mama van Sil. En we gaan de mama van Sil verrassen omdat we haar TikTokje hebben gezien. En daar vroeg ze of wij op bezoek konden komen. Dag lieve kijkertjes. De bel is gegaan. De bel is gegaan. Wie zou er voor de deur staan? Oh my god. Ik kan op eens even dus kijken wie er voor de deur staat. Ja, ik was met dat kussen. Ik hoor het ding jong, ding jong. Dus ben eens benieuwd wie het zal zijn. Nou ja, we zullen de deur eens openmaken, hè. Dat had ik totaal niet verwacht. Ik heb nog over jullie gesproken in het videootje. Oh, dat heeft je tof zien. Ik heb een gieten voor de deur. Wie had dat verwacht? Ik ga ze even binnetjes laten. Hè. Oh, wat ben ik echt heel blij. Oh, dat maakt me zo blij. Ja, en ik heb een stormelijk in de schoen met mijn piezen in mijn handen, zeg. Allee, wie had dat nou verwacht? Allee, dat ik dat ook niet mogen nog. Kom in de leeftijd. Wij zagen jouw filmpje en wij vonden het zo goed. Dat we dachten van wij komen gewoon eens even langs. Je bent echt al van je melk. Hè? Dit had je niet verwacht dat we kwamen. Totaal niet, hè. Ja, en Bolstar had ons ook helemaal gemaild om te laten weten dat wij heel graag zouden willen dat we eens langs kwamen. Want uw filmpjes zijn echt super tof. We hebben ons kapot gelachen. We kijken daar wel 10 keren naar. En we lachen ons nog steeds helemaal stuk. We willen wel toch eventjes heel hard zeggen dat we de video's die je maakt op TikTok altijd heel leuk vinden. We zagen je oproep en we dachten van, kom, dan gaan we gewoon maar. Het is niet zo heel ver om naar hier te komen. Dus hebben we dat allemaal een beetje geregeld met Sil. En Sil zorgde ervoor, die stuurde ons dan, ja, je bent thuis. Dus, en nu zijn we hier. We zijn wel blij om u eens te kunnen ontmoeten eigenlijk. We hebben veel gezien eigenlijk, ook op filmpjes en zo. Moest jij live komen, wij zouden ons kapot lachen. Nee, och, we lachen echt elke keer opnieuw. We bekijken het ook elke avond, jouw video's. We vinden het echt super, super, super leuk. Dus ik zou zeggen, gewoon doorgaan. Want het is echt super goed. En niet te verlegen zijn. Dat komt allemaal wel in orde. Geloof me maar. Ja, en we weten het allemaal wel. Het is echt super, super leuk om de video's te zien. Vooral die met die bal waar je zo zei dat je dat zo allemaal buiten speelde en zo. Dat vond ik echt wel super geweldig om te zien. Daar moet je echt meer mee doen, Aart. Wij hebben echt, wat Giet ook zei, we hebben echt kapot gelachen. Het was echt niet normaal. Het was fantastisch. Het was echt, als ik aan het denk, dan begin ik al spontaan. Dan begin ik al te lachen. Oh, wat is toch jammer dat mijn zoon niet thuis is vandaag. Mijn zoon die zei, ik moet weg. Ik dacht van, waarom moet hij nou weg? Hè? Maar het is echt geweldig, geweldig. Het is echt geweldig dat hij die zei. Het is fantastisch. Het is zo fantastisch dat ik het niet weet. Maar ik moet reageren. Maar ik heb helemaal onder de indruk. Ja, speciaal voor mij. Dat is de man. Dat ooit gebeurt. Ben ik heel diepla. Dat is speciaal voor een magen kumen zitten. Dus mijn oproep heeft toch veel gedaan. Ja, ik had wel gezien dat je erop bekeken was geweest. En dat je erop gereageerd had. Maar ik had totaal niet de indruk dat het zo cool was. Totaal niet. Alleen ben ik onder de indruk. Ben ik onder de indruk. Ik wou dat Polstar hier was. Alleen met een zoon, je weet wel. Hier was om, om het even allemaal te filmen en te doen. Hè. Maar ja, nu moet ik dat zelf filmen en dat is niet zo gemakkelijk. Om het allemaal zelf te filmen. Allee. Ik ben echt heel trots dat jullie aan mijn tafel zitten. Allee, ik heb al meer dan Polstar. Ik heb al meer dan Polstar. Lieve zoon, als je dit ziet. Uw mama houdt heel veel van u. Allee, ik vind het echt wel heel grappig eigenlijk dat jullie allemaal aan tafel zitten.
Het is toch zo schoon allemaal. Ja, maar ik ga even, toch even wat vegen, want ja, ik was aan het kuisen toen het gebeurde, net toen je belde. Ik had toch even wat kuisen, want dat is echt wel nodig. Allee, je moet dat nou zien, allee, kun je dat nou naar de mensen laten zien? Het is hier echt niet proper genoeg, hè. Oh, ik zei nog tegen mijn zoon, ik zei nog, we moeten goed kuisen. En dan gebeurde dit, allee, ik had het nooit verwacht dat je hier zou zijn. Totaal niet. Allee, dat is nou helemaal lief, en dat ik denk van, allee... Wanneer gebeurt er nu iets met mij? En kijk, voilà, het is gebeurd. Ik ben echt heel blij dat het gebeurd is, ja. Mijn zoon zal ook niet blij zijn, moest ik het vertellen. Ja, hij zal heel jaloers zijn. Want, goed dat je daar dat je zit om dat eens te zeggen. Mijn zoon, hè, dat is de ganse dag. Zilke gieten. Ja. Het gaat niet meer over iets anders tegenwoordig, dat is echt niet te doen. En dan vorige week, toen hij moest slapen, hè, dan was het ook zo. Zilke hier, Zilke daar, gieten dit, hè, dat ging dat wel. Hè. En, maar ik vind het wel fantastisch hè, dat hij zo mensen heeft gevonden, zoals like jullie. Allee, ja. Misschien ben ik nu ook zo te klappen. Dat is echt niet normaal. Hè. Ik zeg het, ik ben echt heel trots dat jullie hier zijn. En super tof eigenlijk. Allee, ik zal er nog een beetje laten klappen, kan ik nog maar kaars. Ik meen het echt, hè. Deze video's die moet je echt op YouTube gooien. Als je dit op YouTube koopt, garandeert je binnen. Gegarandeerd. Ik heb het ook al gezegd tegen je zoon, hè. Je moet hierin verder gaan. En ook alle video's van Bolstar ook op TikTok gooien. En je gaat zien, alleen de stukjes natuurlijk, niet volledig. En je gaat zien, jullie zijn gewoon binnen, want jullie zijn hilarisch goed. Zeker vast eens doen, echt wat ik meen het. Omdat jullie zijn echt, wij hebben ons kapot gelachen. Ik en mijn baby hebben ons kapot gelachen. Dus zeker vast doen, echt, dat is een hele goede tip dat ik u geef. En sowieso komt het allemaal, ik zal ook met je zoon er eens over praten en zo allemaal. Dus dat is allemaal geen probleem. Maar ik vind het wel goed wat jij doet eigenlijk. Ik vind het echt super goed. Je moet er echt verder in gaan. Jullie hebben een talent en dat talent dan moeten jullie benutten. Dat is echt super goed. Jullie, uw zoon echt ook op TikTok en op live. Dat is zo, dat doet allemaal. Dat is echt perfect allemaal. Allemaal goed. We hebben uw filmpje gezien en ik geef eerlijk toe. We hebben ons kapot gelachen. We hebben ons echt kapot gelachen. Niet normaal. Totaal niet normaal. Was echt, echt goed. Ik zeg het, je moet er echt in verder gaan. Op TikTok zie ik dat je er al heel veel mensen aan bekijken. Dus... sowieso ook op YouTube gooien. Zeker en vast doen. Ik heb even een kleine vraag aan jou. Hoe zou je zoon eigenlijk reageren als hij weet dat wij hier zijn namelijk? Allee, hij weet wel dat we een verrassing hadden voor jullie, voor jou. Maar hij weet niet dat wij hier zijn normaal. Dus vraag mij ook af, hoe gaat je zoon reageren eigenlijk? Dat hij weet dat wij hier zijn. Allee, ja, dat is wel... Allee, ik denk toch... Ja... Dat zou ik echt wel graag willen weten eigenlijk. Eigenlijk zouden we dat stukje eigenlijk ook graag willen zien ook. Zo als hij thuis komt en jij vertelt van... Oh, weet je hoe je nu is geweest? Dat is echt hilarisch, hè. Oh ja, dat kan niet anders. Dat moet toch iets teweeg brengen. Als hij nog maar weet dat we live zijn en weet het niet... Dan krijgen wij al een bericht van... Je bent live, je hebt me niet uitgenodigd. Ik heb dat gemist. Dus ik ben wel iets benieuwd eigenlijk hoe die gaan reageren op... Oh ja, dat moet gewoon perfect zijn. Moet zeker vast doen. Zoon! Ja, stop maar even met keuken, ja. Koken moet je straks maar doen. Wel, ik heb wat te vertellen eigenlijk. Hè. Weet u wie hier nu geweest zijn? Zilke en Gieten zijn hier namelijk binnen geweest. Ja. Ja, ik versta dat je verschoten bent. Ik versta dat. Want dat is uw grote wens, hè? Ja, ik weet het, dat uw grote wens is. Ja, we hebben een beetje gepraat en we hebben een beetje verteld over u, hè? Dat jij altijd over hem praat. Dat heeft mama zeker gezegd. Wees gerust, ik heb over u geklapt. Maar ze kennen u ook al zo goed, ja. En ik heb ook gezegd dat jij graag met hun van alles wilt doen. Dat heb ik ook gezegd, ja. Ben je niet vergeten, nee. Nee, ik versta dat jij verschoten bent, ik versta dat. Ja, maar dat is geen enkel probleem. Ja, maar ik versta dat, ja. Ik zal u even geven en kijken als je ook nog kunnen zien hoe dat je reageert. Want ik heb het dan zeker beloofd dat ik dat laat zien. Ja.
Ik zal even de camera geven aan mijn zus. Wat? Hoe? Wie? Nee. Serieus? Ah, maar dat wil ik ook heel graag. Ik wil echt heel graag met hun. Ja. Maar dat wil ik ook.